goed, beste mensen. Ja, het allerlaatste raadslid wat nog niet zat. De heer Blanke zit nu ook. We zijn compleet, dus niks hoeft ons te beletten. Nu het 19:30 is om te beginnen met de raadsvergadering. Een korte agenda met een drietal bespreekpunten zoals het er nu uitziet. Maar daar gaat u zelf over als u de agenda vaststelt. Ik heb geen bijzondere mededelingen. Met de vaststelling dat niemand afwezig is, vraag ik u of u kunt instemmen met deze agenda zoals die is voorbereid. Nee, mevrouw Katerberg. Ja, dat kunnen we wel, maar we zijn van plan om bij 8.1 een amendement in te dienen. Dank u wel voor de vooraankondiging. Het is een bespreekpunt, hè, dus dat had ook, anders had u van mij sowieso die gelegenheid natuurlijk gekregen. Maar dank voor de vooraankondiging. Er ligt nog een andere tekst op tafel die bij het andere agendapunt zal worden ingediend. Zijn er andere opmerkingen over de agenda? Zo nee, dan stellen we hem zo vast. Dan is daarmee ook gegeven dat we nu toe zijn aan de besluitlijst van 24 september 2019. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Conform vastgesteld. Dan het agendapunt over de afdoening van de verschillende ingekomen stukken. Daar is in de commissievergadering ook bij stilgestaan. Een aantal van die stukken. Wenst iemand daar nog over het woord te voeren? Dat is niet het geval. Is conform de voorgestelde afdoening namelijk alles ter kennisneming aangenomen, besloten. Dat brengt ons, dames en heren, bij agendapunt 6. Oh, zijn we daar al? Ja, daar zijn we al. Het voorstel in zaken het regionale beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023. Daarvan heeft u vastgesteld dat dat bij hamerstuk kan worden afgedaan. Er zijn geen andere hamerstukken. Bij deze. Er zijn ook geen stukken aangedragen waar u een korte stemverklaring voor wenselijk achtte. En dan zijn we nu bij agendapunt 8, de bespreekpunten. En we beginnen bij dat eerste punt waar mevrouw Katerberg al had aangegeven dat zij daar graag een amendement bij wilde indienen. Dus wat mij betreft is dat ook een uitnodiging aan haar om als eerste het woord te voeren. En dan heeft de raad natuurlijk alle fracties de gelegenheid om ook het woord te voeren. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u voorzitter. De CDA-fractie vindt dat de werkgroep 0 tot 6 complimenten verdient. In deze werkgroep staat het belang van de kleintjes en vooral van de peuters met een VVE-indicatie voorop. In die werkgroep werken vertegenwoordigers van alle voorschoolse voorzieningen, ICARE en de schoolbesturen samen met ambtenaren van onze gemeente. Dat is een unieke situatie. En onze fractie vindt dat uit dit overleg goede uitgangspunten voor de komende periode naar voren zijn gekomen. Om dit kracht bij te zetten, dienen wij een amendement in. Het is een aanpassing op het voorgesteld besluit dat in het raadsvoorstel staat. Het is belangrijk dat het hoge bereik onder peuters blijft bestaan en dat de kinderen naar VVE-locaties kunnen gaan die over de hele gemeente verdeeld zijn. Dat het hiervoor nodig is om met gemengde groepen van peuters met en zonder indicatie te werken, zien wij als een voordeel. Die kinderen kunnen dan van elkaar leren. Door deze keuze worden ook GOAB-gelden gebruikt voor peuters zonder indicatie. Wij kunnen met dit voorgesteld besluit uit het raadsvoorstel instemmen. Het is goed dat de mogelijkheid blijft bestaan dat ouders kunnen kiezen om hun kinderen wel of niet de 16 uur die aangeboden wordt naar de opvang te laten gaan. We willen ze ook graag de mogelijkheid geven om nog een dagje naar opa en oma te gaan. We willen graag op de hoogte gehouden worden van de monitoring van de keuzes die ouders maken en zijn ook geïnteresseerd in de redenen die ouders aangeven voor die keuzes. Hopelijk werkt het zo dat ze ervaren dat hun kind het goed naar zijn zin heeft en dat ze er veel van opsteken. Als de nieuwste ontwikkelingen verder uitgewerkt worden, dan vragen we aandacht voor het aantal taakuren voor de pedagogische medewerkers en de omvang van de inzet van HBO'ers als coach voor iedere groep. Het is goed dat de pedagogische medewerkers taakuren krijgen en dat er HBO'ers aan de groepen gekoppeld worden. Er moet wel kritisch gekeken worden naar de manier waarop deze inzet voor hoge kwaliteit zal zorgen. Het amendement. Moet ik het helemaal voorlezen? Nou,
als u het, de voorgestelde verandering zou willen voorlezen. Prima. Onderaan bij het besluit. Ja. Het voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met punt 3. Vast te stellen als beleidskader voor de ontwikkeling naar een nieuw peuterstelsel de door de werkgroep 0 tot 6 genoemde uitgangspunten toe te voegen. Vast te stellen als beleidskader voor de ontwikkeling naar een nieuw peuterstelsel. Als kader. Als ja. Beleidskader. Ja, het staat er wel goed, maar het staat er ietsje. Ja, we begrijpen wel wat we bedoelen. Ja, het staat er goed. Ik lees het net een beetje krom. Uw voorzitter heeft het ook gecheckt. Het staat er inderdaad goed. Ah, fijn. Dank u. Nou, dat was dank u wel. Wat mij betreft. Want dan wordt het voorgestelde besluit voor de volledigheid. En niet alleen wat er al stond, namelijk kennis te nemen van het rapport, et cetera. En de bijbehorende OAB-scan, maar ook 2, in te stemmen met de inzet van de GOAB-middelen voor zowel doelgroep peuters als reguliere peuters. En dan wordt toegevoegd, als uw amendement wordt aangenomen, vast te stellen als beleidskader voor de ontwikkeling naar een nieuw peuterstelsel de door de werkgroep 06 genoemde uitgangspunten. En dat klinkt toch heel logisch. Ja. Maar nogmaals, u moet er nog wel wat van vinden. Daar zijn we nu. Als de werkgroep 06 complimenten heeft, dan zijn dat niet ergens tussen de 0 en de 6 complimenten. Maar zo heet, zeg ik even voor de toehoorders thuis, zo heet de werkgroep 0 tot 6. Ja. Andere sprekers. Wenst iemand daarover het woord? Ja. De heer Blanke. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het stuk van, voor wetwijziging voor de voor- en vroegschoolse educatie. Waarbij de uren van 10 uur per week naar 16 uur per week gaan. Nou, goed, ouders die hebben daar nog wel de keuze in. En vooral de doelgroep peuters betaald wordt uit het onderwijs achterstandbeleid en de middelen vanuit Rijk. Wij waren erg blij met de presentatie van mevrouw Doek. Ze gaf ons met haar presentatie en beantwoording van de vragen veel duidelijkheid over dit stuk. In een vrij korte presentatie toch even vrij simpel wat ons in 60 pagina's voorgeschoteld werd. Wij zijn blij met de extra gelden die hieraan besteed worden. Maar voor ons was scenario 4, voor alle peuters 16 uur per week hoge voorschoolse educatie, ook een serieuze optie geweest. Maar dit lijkt nu nog even een brug te ver. Het bereik is al hoog, daar zijn wij erg blij mee. Maar toch hopen we dat dit zoveel mogelijk gepromoot wordt om ook om dit nog hoger te krijgen, hè? Misschien wel richting die 100%. En datzelfde met de afname van die 16 uur, waar wel enige twijfel over is of dit afgenomen gaat worden. VVE, dat kan namelijk een enorm verschil maken voor een kind en zijn of haar toekomst. En zelf heb ik ook de effecten voor VVE-onderwijs met mijn dochter ervaren. En ik kan zeggen dat deze mensen erg goed werk verrichten. Mijn dochter zei na haar tweede verjaardag nog geen woord, maar met behulp van onder andere VVE is het inmiddels een enorme, 2 jaar later een enorme kwebbelkous geworden. We zijn dan ook blij dat deze organisaties hiermee aan de slag kunnen. We wensen ze dan ook erg veel succes bij de invulling. Tot zover. Tot zover. Dank u wel, meneer Blanke. Misschien heeft de rol van de vader daarbij ook wel een rol gespeeld. Wensen andere sprekers? Ja, de heer Soppen. Dankjewel, voorzitter. In de commissievergadering van 2 weken geleden hebben wij al aangegeven dat wij dit een uitstekend raadsvoorstel vinden. En met name het draagvlak onder het veld vinden wij heel belangrijk. En ook met name het scenario 3, dat het in alle dorpen blijft. En het voorstel was op richtlijnen. En het amendement geeft aan, wij willen daar een kader, wij willen het inkaderen. En daar zijn wij het volledig mee eens. Mevrouw Katerberg heeft het goed verwoord. En wij ondersteunen dan ook dit amendement. Dank u wel. Andere sprekers? Ja, de heer Bonkers. Voorzitter,
Nou, wij staan ook erg positief over het voorstel wat er voor ligt. Ook blij met de financiële steun die vanuit het Rijk is gekomen voor de voorvroegse school, educatie. En we zijn blij dat het ook over de gehele gemeente breed wordt toegepast. Dit komt te zorgen dat de voorschoolse educatie kan zorgen dat de achterstanden kan weggewerkt worden bij de geïnitieerde kinderen. Daarom steunen wij ook het abonnement van het CDA om het in de kaders te bekrachtigen. Helder, dank u wel. Andere sprekers over dit agendapunt? Niet het geval. Dan vraag ik de heer Huizing om in te gaan op de, vooral aanbevelingen, misschien meer dan vragen, op dit onderwerp. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ben ik blij met de grote steun van uw raad. Volgens mij pakt uw raad hiermee ook een hele mooie kans die voorbij komt om alle peuters in Coevorden ook echt dezelfde kansen te gaan bieden met beide handen aan. Dank ook richting de heer Blanco voor de complimenten over de presentatie. Dat was ook precies de insteek om vooral dat rapport wat af en toe misschien wat onduidelijk kan zijn, om dat even gecomprimeerd samen te vatten. En ik vind het goed om te horen dat dat gelukt is. Na het deskundig advies wat SADES heeft uitgebracht, is de werkgroep 0 tot 6 aan de slag gegaan. Hebben een aantal duidelijke kaders meegegeven, een zestal over een hoog bereik dat we willen zien vast te houden. De goede spreiding van de vroegschoolse educatielocaties die we willen vasthouden. Voorstander van gemengde groepen. Een hoge kwaliteit voorschoolse educatie aanbieden. Groepsfinanciering als nieuw instrument in te gaan zetten en naar inkomensafhankelijke financiering te gaan. En ik denk dat het zowel een mooi compliment aan de werkgroep 0 tot 6 is, als ook voor uw raad een heel mooi voorbeeld hoe je kaderstelling en verbindend besturen, hoe je die mooi kunt laten samensmelten, is dat u als raad een amendement indient dat ook nog eens een keer raadsbreed indient. Dus volgens mij ook kan het bijna niet mooier. Dus wat mij betreft over dit amendement, dank voor de versteviging van de ingeslagen weg. En ik kan met volle overtuiging ook zeggen dat ik zeker weet dat alle bij de uitvoering betrokken partijen hier heel graag heel hard mee aan de slag gaan. Dank u zeer. Is er dan nog behoefte aan een tweede termijn? Lijkt mij dat alles aan de orde is geweest met grote steun voor het ingediende amendement. Is er behoefte aan een stemverklaring of mag ik constateren dat u met algemene stemmen met het amendement kunt instemmen? Dat is het geval. En mag ik dan ook veronderstellen dat u met algemene stemmen met het gevraagde besluit kunt instemmen? Ook dat is het geval. Dan is conform het raadsvoorstel besloten. Goed, dat brengt ons bij agendapunt 8.2. Het voorstel in zaken de ruimtelijke en programmatische visie Markthaven Citadel.1 Weeshuisweide. Een onderwerp wat in de commissiebijeenkomst uitvoerig ook al aan de orde is geweest. En ook op eerdere momenten bij u op tafel heeft gelegen. Ik zie de heer Boy zich al melden en ik ga ervan uit dat elke fractie wel graag een duit in het zakje zal doen. We beginnen met de heer Boy. En dan ga ik naar mevrouw Siebe, want die heeft een amendement ook klaar liggen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega, raadsleden, pers, publiek op de tribune en de kijkers thuis. Vandaag moet de Raad een besluit nemen over de visie in zaken de herinrichting van de openbare ruimte en de versterking van de historie in het centrum van Coevorden. De fractie van BBC 2014 is blij dat deze belangrijke deelvisies gereed zijn. Gezien de toename van leegstand en de terugloop van het aantal bezoekers in de afgelopen jaren, is het immers de hoogste tijd voor vernieuwing en een transformatie van onze binnenstad. Het Coevorden stadshart moet weer een aantrekkelijke plek worden voor dagjesmensen, toeristen en niet te vergeten voor onze eigen inwoners. Voorzitter, we staan aan de vooravond van een ingrijpend veranderingsproces in onze binnenstad. Van place to buy naar place to meet. Het creëren van het welkome gevoel in onze met cultuur omgeven binnenstad en de vele mogelijkheden om je te kunnen vermaken. Ongetwijfeld kunnen ook de winkeliers hiervan mee profiteren. Even een korte terugblik. Waar wil de stad Coevorden naartoe?
Die vraag is al eerder beantwoord in de toekomstvisie Centrum Coevorde, opgesteld door DTNP, welke we in deze raad hebben vastgesteld in december 2017. Een visie die unaniem omarmd is en waarin naast een visie een programma is voorgesteld die ook destijds de goedkeuring van ons allen heeft gekregen. Al eerder besloten we over het kernwinkelgebied als één van de projecten. Vandaag liggen feitelijk twee visies voor, Markt en Haven en Weeshuisweide. Wij zien in deze beide visies een duidelijke verbinding met de toekomstvisie Centrum Coevorde uit 2017. Er is niet bepaald over één nacht ijs gegaan. Om tot een duidelijke visie te komen is er eerst een hoeveelheid aan gegevens verzameld, waarna een analyse is gemaakt van de positie van de binnenstad. Van daaruit is er een toekomstvisie ontwikkeld. Het bureau De Zwarte Hond heeft nu de centrumvisie opgesteld. Het proces is naar onze mening zorgvuldig verlopen. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening en of ideeën in te brengen. Er is intensief samengewerkt tussen gemeente, centrummanagement, Domesta, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige gebruikers van de binnenstad. Een co-productie dus, met veel draagvlak en ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De visie die hieruit is ontstaan is wat ons betreft bijzonder uniek en voegt iets nieuws toe aan de regio. Wat ons wel opviel bij de commissievergadering was de geringe belangstelling van de ondernemers in de binnenstad. BBC 2014 had op meer betrokkenheid bij de commissievergadering gehoopt en gerekend. Want bij de uitwerking van de projecten zullen wat onze fractie betreft ook en vooral de ondernemers en andere belanghebbenden moeten participeren. En dat niet alleen in geld. We roepen de ondernemers dan ook op om ons als raad te laten zien dat ze er samen met de gemeente en andere belanghebbenden echt voor willen gaan. In de commissievergadering van 15 oktober jongsleden en in de media is er nog een ophef geweest over het parkeerbeleid. Met name het verdwijnen van enkele tientallen parkeerplaatsen de markt heeft nogal wat stof doen opwaaien. In de voorliggende visie wordt dit opgelost door de mogelijke aanleg van nieuwe parkeerplaatsen op de locaties van de Molenbelt en het Boogaasterrein. Naar onze mening een goed alternatief, omdat deze locaties op minder dan 5 wandelminuten van het centrum liggen. Wellicht ten overvloede wil ik hierbij nog opmerken dat in de toekomstvisie, welke in december 2017 door de Raad unaniem werd vastgesteld, de volgende tekst is opgenomen. En ik citeer: parkeergelegenheid op de markt wordt verplaatst ten faveure van de verblijfskwaliteit en de relatie tussen haven en markt. Beleven van het water. Wijziging in de parkeerstructuur vraagt ook om een nadere uitwerking van de gewenste parkeerrouting. Einde citaat. Bovendien staat in het voorliggende raadsvoorstel dat er op maandagen, ten behoeve van de weekmarkt, parkeerplaatsen worden gerealiseerd welke alleen tijdens de weekmarkt te gebruiken zullen zijn. Wij hebben over het voorgaande een aantal vragen aan de wethouder. Kan de wethouder bevestigen dat parkeren als eerste project wordt opgepakt? Ten tweede, dat naar een goede parkeerrouting wordt gekeken en dat er eerst nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd als voorens de oude te verwijderen? En ten derde, is de wethouder bereid om ideeën van inwoners en ondernemers serieus te betrekken bij de afwegingen die met betrekking tot parkeren straks in het project moeten worden gemaakt, zoals dit tot nog toe is gebeurd? Voor inwoners van de stad Coevorde en dichtbijgelegen dorpen achten wij het van belang dat ze in de Coevorde winkelhart op een efficiënte wijze hun dagelijkse boodschappen kunnen blijven doen. Het wordt dus niet alleen een bezoekersstad. We zijn wel van mening dat Coevorde genoeg te bieden heeft om meer toeristen en recreanten te trekken dan nu het geval is. Al eerder hebben wij aangegeven dat hiermee de psychologische afstand tussen stad en buitengebied verkleind kan worden. Kan de portefeuillehouder bevestigen dat dit ook de inzet zal zijn? Volgens de visie leent de voormalige notaristuin en de locatie van de Rabobank zich voor uitbreiding met 2 nieuwe bouwblokken met appartementen.
Aan de kade bij het water zou een derde, meer publiek gebouw passen. De hoogte van de gebouwen zou uit 4 tot 5 bouwlagen moeten bestaan. De fractie van BBC vraagt zich af of die bouwvolumes passen bij de historische omgeving. Wij zullen de ontwikkeling van die plannen daarom kritisch volgen. Kan de wethouder overigens aangeven welke invulling hij aan het publiek gebouw denkt te geven? Voorzitter, ik kom tot een afronding. BBC 2014 ziet een aansprekende visie, zorgvuldig tot stand gekomen, met een denktank en vele belanghebbenden. We benoemen 2 belangrijke uitdagingen. Als eerste, voldoende betrokkenheid van de ondernemers, waar ze zelf overigens voor kunnen zorgen. Inwoners en andere belanghebbenden. Als tweede, de uitdaging de financiering van de nog uit te werken projecten die deze visie tot een concreet programma moet maken. Daarbij speelt ook cofinanciering een belangrijke rol. Wij blijven benadrukken dat kennis en kunde in de organisatie van subsidiemogelijkheden belangrijk is. We brengen nogmaals in herinnering dat onze fractie vorig jaar een motie heeft ingediend om een subsidiecoördinator aan te stellen. Deze motie werd unaniem ondersteund door de Raad. Wij betreuren dan ook dat de uitvoering van de motie zo lang op zich laat wachten. Bij dit miljoenenproject zou deze zich heel goed kunnen bewijzen. Ook wil BBC 2014 het college nog nadrukkelijk meegeven de Raad regelmatig mee te nemen in de procesgang en in een vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken. Tot zover mijn eerste bijdrage. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een prachtig plan. Authenticiteit, historie, water, gezelligheid, groen, een markt. Eigenlijk heeft het alles. Lovend zijn wij als VVD over dit plan. En niet alleen over het plan, ook over het proces. Misschien hebben we hier wel een voorproefje gehad van het verbindend besturen 2.0. Alle stakeholders zijn immers betrokken. Er is een denktank ingezet, een stuurgroep. Inwoners konden hun input, ideeën en kritiek meegeven. Kortom, aan alles is gedacht, lijkt het. Bijna alles. Er blijft één punt hangen wat ons een beetje steekt. Dat is het punt dat een mist veroorzaakt over dit project. En dat betreft het parkeren. En wel het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan. In het plan dat voor ligt is daar nog niet veel aandacht aan besteed. Er staat vooral in welke parkeerplaatsen verdwijnen. Een plan voor nieuwe parkeerplaatsen en met name aantallen blijkt niet uit de tekeningen. U heeft de ondernemers gehoord en het centrummanagement. En vooral de ondernemers baat dit zorgen. En wij vinden het als VVD-fractie een gemiste kans dat de signalen over dit specifieke onderwerp niet zijn opgepakt. Dat aan het parkeren niet meer aandacht is besteed, nu juist de medeopdrachtgever van het plan, Stichting Centrum Management, zich hierover zorgen maakt. Helemaal nu dit gezamenlijke opdrachtgeverschap tussen de gemeente Coevorden en het Centrum Management zoveel vertrouwen uitstraalt. Voorzitter, de wethouder heeft tijdens de commissievergadering al aangegeven dat wij als raad nu eenmaal de toekomstvisie Centrum Coevorden hebben vastgesteld in 2017. Daarin staat een bepaalde volgorde van de aanpak en de plannen. En de wethouder heeft gelijk. In de visie staat de markt als project 2 en een bereikbare binnenstad als project 4. Maar in deze visie staat ook verwoord dat de projecten in samenhang worden opgepakt. Daarnaast beseffen wij dat het eindrapport een visie betreft die op diverse punten een verdere uitwerking vergt. Toch willen we hierin nadrukkelijk meenemen dat er voldoende parkeergelegenheid blijft in het centrum en in de directe nabijheid van de winkels, met name voor kort parkeren. Om die reden willen we een aantal kaders aangeven door middel van een amendement. En dit amendement luidt als volgt. De Raad van Coevorden in vergadering bij 1 op 29 oktober 2019. Overwegende dat in het voorliggende raadsvoorstel wordt voorgesteld in te stemmen met een ruimtelijke en programmatische visie
en de daarin voorgestelde uitvoeringsambitie voor het projectgebied en de ruimtelijke kaders voor het citadelpunt. Een van de consequenties van de visie Kasteelpark Coevorden is dat er een fors aantal parkeerplaatsen verdwijnt op belangrijke locaties, namelijk de Markt en de Weeshuisweide. Op dit nog nader uit te werken onderdeel van deze visie, grote zorgen heerst bij een deel van de, bij het tot stand komen van deze visie, betrokken partijen. Voldoende parkeerplaatsen, met name voor kort parkeren, in de nabijheid van winkels een voorwaarde is voor een goed functionerende binnenstad. Besluit, het voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met de volgende kaders. Te borgen dat er voldoende ruimte is om stakeholders collectief en individueel te laten meedenken in concrete oplossingen voor het verdwijnen van parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide. Ten tweede, te borgen dat er geen parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide verdwijnen voordat er in goede afstemming met het centrummanagement alternatieven ontwikkeld en gerealiseerd zijn. Tot zover. Dank u wel. Een kleine aanvulling om het voorgestelde besluit onder 1 staat. Staat er 1 in te stemmen met, et cetera, dan zou het logisch zijn om de nummering te laten doornummeren. Maar dat is een kleinigheid, zoals ik al zei. Goed, heldere bijdrage. Met dank. Wie nog meer? Tweede termijn. Ik zie mevrouw Driehuizen en dan ga ik naar de heer Heling. Ja, er zijn nog veel meer. Sorry, ja, zei ik tweede termijn. Nee, eerste termijn. Sorry, ja, excuus. Kan gebeuren, ja toch? Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, mensen thuis op de tribune. Waarvoor mijn excuus. Voor ons ligt een van de belangrijkste raadsvoorstellen die we in deze raadsperiode te bespreken hebben. Namelijk de visie op de ruimtelijke en programmatische inrichting van de binnenstad van Coevorden. In onze ogen het feitelijk startschot voor de uitvoering van de toekomstvisie uit 2017 en het programma Binnenstad uit 2018. Plannen waarmee we de eigenheid van ons centrum gaan versterken. Waarmee we het winkelgebied opnieuw willen positioneren door de winkelstraten met daarin de toenemende leegstand aan te pakken. En om te komen tot een uitvoeringsplan dat samen met verschillende partners wordt opgepakt en waarvoor deze partners zich ook mede verantwoordelijk voelen. Dit alles moet leiden tot een vitaal en aantrekkelijk stadscentrum, waartoe bezoekers zich weer aangetrokken voelen en waarbij alles wat deze stad mooi maakt en te bieden heeft, weer zichtbaar wordt. Het is goed dat we niet op tijd staan. Samen met inwoners, diverse belanghebbenden en partijen bent u op verschillende momenten in gesprek gegaan. Wat heeft geresulteerd in de voorliggende en programmatische visie? Een schoolvoorbeeld van hoe verbindend besturen vorm kan worden gegeven. Waarvoor de complimenten. U gaat voor een stad waar het goed toeven is en waar men elkaar kan ontmoeten, ook als het wat slechter weer is. En waar we zijn vooral blij dat ook vooral voetgangers en fietsers de ruimte krijgen in het nieuwe centrum. De fractie van het PAK vindt het concept Kasteeltuin een mooi concept. Het vergroenen van de stad op deze plek vinden we een goed idee. Niet alleen vanuit een stedenbouwkundig oogpunt, maar ook vanuit het perspectief van klimaatadaptatie. Past dit erg goed, minder beton, meer verkoeling en meer water wat opgevangen kan worden. U verplaatst de parkeerplaatsen naar de Molenbelt en het Booggasterrein. En het PAK is van mening dat u daarmee voldoende parkeerplaatsen realiseert om de plekken die komen te vervallen op de Markt en de Weeshuisweide op te vangen. Daarmee komt u tegemoet aan de vraag van winkeliers om voldoende parkeerplaatsen te houden in het centrum. U gaat in het plan uit van een autoluwe binnenstad en dat ondersteunen we. Uit de plannen blijkt dat er parkeergelegenheid blijft in de nabijheid van de bibliotheek en het gemeentehuis. De andere toegewezen plekken zijn op korte loopafstand van het centrum. Daarnaast, en dat hebben we al eens eerder aangegeven, is dit misschien wel de uitgelezen kans om de bevoorrading van de winkels in het centrum anders te organiseren. Het zou bijvoorbeeld kunnen vanaf de rand van het centrum om vervolgens de goederen middels elektrisch vervoer naar de betreffende winkels te vervoeren. We geven het maar mee. Een weekmarkt in dit gebied zal vooral voor de marktkooplui betekenen dat dit in de nabijheid van de eerder genoemde parkeerplaatsen Molenbelt zal zijn. En voor hen zal het voornamelijk van belang zijn dat er voldoende ruimte is om met hun handel eenvoudig op de juiste plek te komen.
Een aandachtspunt in het licht van eventueel het evenementenbeleid zal het mogelijk zijn dat er wat aanvullend beleid zal moeten worden opgesteld. De doorwaadbare voorde lijkt ons een speels element in het centrum en we zijn benieuwd naar de toekomstige uitvoering. De groene invulling van de markt door de zogenaamde groene eilanden vinden we een mooie optie. En we hopen daarbij wel dat de huidige bomen, waaronder de platanen, behouden kunnen blijven. De stadsluifel als plek om elkaar bij slecht weer te ontmoeten en maar ook om evenementen te houden, juichen we toe. Maar ook hiervoor geldt misschien aanvullend evenementenbeleid noodzakelijk. Voor wat betreft het vergroten van de haven gaat u, als het aan het pak ligt, net niet ver genoeg. Deze mag wat ons betreft echt wel wat verder worden doorgetrokken richting het stadskantoor. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de zichtlijn richting het arsenaal vanuit het kasteel zichtbaar blijft. Grote moeite hebben we met de wijze waarop de thans de drie blokken geprojecteerd zijn, met de verschillende hoogte van 3, 4 en 5 laag op de citadelpunt. Omdat er ook nog daken op worden geprojecteerd, zal dit 1 groot blok zijn, maar mogelijk zelfs 2 blokken die ver boven de stad uit zullen steken. Een woonblok met de kop aan het kasteel, naast het oude postkantoor. Dat is een beetje een rare zin. En het waterschapsgebouw met uitkijk op de meer verlengde haven en het nieuwe plein lag wat ons betreft meer voor de hand. De impressie in de stukken van de gebouwen in Kopenhagen doen ons inziens niet echt recht aan de getoonde foto's. Doen ons inziens niet echt recht aan, omdat er in Koevoorde feitelijk veel minder water beschikbaar is dan de in de impressie getoonde foto's. En ook de schaalgrootte is van een andere orde. Het feit dat een en ander zo geprojecteerd is, doet ons vermoeden dat de heer Van Dijk hier ook op zal aansturen. Dat de wethouder aangeeft dat dit een schets is en dat we als raad uiteindelijk zeggenschap hebben over hoe een en ander echt vorm zal krijgen, middels de vergunning, overtuigt het ons niet voldoende. Wat ons betreft stellen we hier scherpe kaders die het niet mogelijk maken dat de in de impressie getoonde hoge gebouwen worden gerealiseerd. Wat ons betreft is de hoogte van het gemeentehuis daarin de maximale richtlijn. En we roepen de wethouder dan ook op dit al op voorhand te communiceren met de ontwikkelaar. We zullen dit onderdeel van het plan zeer kritisch blijven volgen. Overigens vinden we dat de genoemde verantwoorde plint met de aansprekende invulling van de ruimte wel een hele mooie optie is. Al met al is het pak positief over de visie die nu voor ligt. En we zijn van mening dat deze visie kan leiden tot een vitalisering van ons stadshart, waarbij de link met onze historie in grote mate terugkomt. En dat juichen we toe. We kijken uit naar de verdere uitwerking van de plannen, waarbij we vooral de plannen voor de citadelpunt kritisch zullen blijven volgen. Dank u wel, mevrouw de Rijs. Dan het woord aan de heer Heling. Dank u, voorzitter. De CDA-fractie heeft niet de ambitie om te bepalen waar de wipkip en de prullenbak in de kasteeltuin moeten staan. Daar zijn professionals en inwoners mee aan de slag geweest. Wij zijn bewust langs de zijlijn blijven staan. Tijdens een verkiezingsmarkt hier in Koevorden werd mij eens door een keurige meneer toegebeten dat de stad tegenwoordig wordt bestuurd door boeren uit Wachtum en Sleen. Hij zou zich niet hebben gerealiseerd hoe dicht hij bij de waarheid was. Ik heb het op dat moment maar zo gelaten. Maar ik hoop dat ook deze meneer het ontwerpatelier aan de Friese Straat heeft bezocht en zijn invloed als stadsmens heeft laten gelden. Dat heet ook verbindend besturen. De taak van deze raad is kaderstellend en controlerend. In het eindrapport Kasteelpark Koevoorde wordt beschreven hoe de binnenstad weer aantrekkelijk en levendig kan worden. Dat zijn wat ons betreft de kaders waarbinnen we opereren. Aantrekkelijk en levendig. Als we dat binnen de nog af te spreken financiële kaders kunnen realiseren, is wat ons betreft aan die opdracht voldaan. Daarbinnen kunnen we nog wat kleuren met zaken als biodiversiteit, klimaatadaptatie en wat verder voorbij komt. We hebben nog wel wat op- en aanmerkingen. Een voorwaarde voor een visueel aantrekkelijke weeshuisweide is volgens ons het opknappen van de lelijke achtergevels. We roepen betrokkenen op om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.
Ondernemers en bewoners moeten wat ons betreft ook wat doen voor een aantrekkelijke binnenstad. De overheid een deel en de belanghebbenden een deel. Gedeelde verantwoordelijkheid heet dat bij het CDA. Wat de parkeerperikelen betreft staan we op het standpunt dat er voldoende gelegenheid moet zijn om kort te parkeren voor een boodschapje en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor een lange bezoek aan de stad. Aantrekkelijk zijn heeft vele facetten. Onze fractie denkt dat er best mogelijkheden zijn binnen het bestaande plan om voldoende ruimte te creëren zonder het plan ernstig geweld aan te doen. Spontaan kwamen er deze week nieuwe suggesties binnen. Of zijn het al oude plannen? We horen het graag. En uiteraard zijn we benieuwd naar de uiteindelijke financiële consequenties van deze visie. We willen ook graag weten wat de vervolgstappen zijn als we met dit plan instemmen. Er is al aangegeven dat er projectmatig zal worden gewerkt. Maar hoeveel ruimte voor de raad is er nog als bijvoorbeeld de definitieve ontwerpen voor de bebouwing op de Zuidopdelpunt ter inzage liggen? Dit is een project dat de huidige bestuursperiode en waarschijnlijk ook de volgende vaak op de agenda zal komen te staan. Laten we met elkaar een solide basis leggen waar we altijd op terug kunnen vallen en nu goede en heldere afspraken maken. Dank u. Dank u wel, meneer Heling. Dan, het woord is aan de heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. De Weeshuisweide als kasteeltuin met een berceau en een virtuele stadsgracht. Een historisch verantwoorde citadelpunt die omgeven wordt door het water van een nieuwe haven. Een marktplein dat als huiskamer dient voor een vitale stad. En een prima doorlopen participatieproces. Verbindend besturen op zijn best. Voor D66 zijn dus centrumplannen het kasteelplan Park Coevorde zonder meer een schot in de roos. Martin Meiland zou zeggen, wat goed! Ik kan nog eindeloos doorgaan met jubelen en loftrompetteren, maar dat doe ik niet. Er is vanavond al veel gezegd over de prachtige plannen. De dimensies van de gebouwen op de Citadelpunt schrikken ons niet af. Een intiem stadsplein is gebaat bij hoogbouw die het plein als het ware omarmt. Een openbare functie op de begaande grond, zoals een bibliotheek of een nieuwe behuizing voor het museum, zou op die plek erg goed passen. Wel wijkt dit dan af van het oorspronkelijke plan van de projectontwikkelaar om bovenop de begane grond slechts 1 etage van 12 appartementen te ontwikkelen. Voorzitter, D66 pleit voor voldoende geld en organiserend vermogen voor aansprekende evenementen. Ik hoop dat de centrummanager de culturele instellingen in de gemeente naast de ganzenmarkt en de havenvereniging daar tegen die tijd nadrukkelijk een rol pakken. We hebben deze zomer al een aantal mooie voorproefjes mogen zien op de Weeshuisweide. In de verplaatsing van parkeerplekken naar elders in de binnenstad, de Molenbelt en het Bogasterrein, kan D66 zich zonder meer vinden. Het EDS-plein is de primaire en goed autobereikbare boodschappenlocatie van Coevorde. De binnenstad legt zich toe op mensen die wat meer tijd willen uittrekken voor het doen van boodschappen, recreatie, horecabezoek of gezellig winkelen. De auto, en zeker de geparkeerde auto, hoort niet thuis op zichtlocaties van een knusse en voor bezoekers aantrekkelijke binnenstad die een plek ambieert in de Lonely Planet. Voorzitter, inmiddels is het 19 jaar geleden dat het wensbeeld Coevorde tot stand is gekomen. Het is nu een kwestie van doorgaan. Nu is er geld, momentum en urgentie. Uiteraard moet bij de verdere ontwerpprocessen het principe van verbindend besturen niet uit het oog verloren worden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een prijsvraag voor de cruciale bouwobjecten, waarbij de mening van de bevolking en de ondernemers betrokken wordt. D66 hoopt echter ook dat het gemeentebestuur, en daarin spelen wij als raad nadrukkelijk ook een rol,
dat het gemeentebestuur het lef heeft om leiderschap te betrachten waar dit nodig is, zodat het niet nog 19 jaar duurt voordat deze plannen gerealiseerd zijn. Of, om te spreken in de woorden van die andere tv-corrivee, doorgaan, vooral doorgaan. Dank u wel. Deze cultureel geladen bijdrage. De heer Bouwers kijkt verlangend naar de mogelijkheid om zijn bijdrage te leveren. Hij heeft het woord. Ja, dankjewel, voorzitter. Het is een verlangend moment, ja. Goed. Het betreft de visie op de markt, havens, citadelpunt en de Weeshuisweide. Voorzitter, PPC is lovend over dit project. Dat mag duidelijk zijn. En u zult straks horen, we hebben nog wel wat bedenkingen. Maar wat er nu staat op papier is een goede zaak. En nou ja, er is al heel veel lovende woorden over gesproken. En wij denken dat het goed is in de toekomst. Wij hopen alleen dat het niet meer zo lang duurt dat de schop in de grond kan. Voorzitter, het is een heel traject geweest met de bevolking. Raad, college, winkeliers, centrummanagement en wie niet. Iedereen heeft zijn zegje over kunnen doen. Wij bewonderen dan ook zoveel inzet en interesse vanuit de bevolking en van elk ander die heeft ingebracht wat men belangrijk vindt en vond. De doelstellingen zijn en waren bekend bij de belangstellenden. Deze zijn in december 2017 vastgesteld en is er start zijn gegeven voor de daadwerkelijke programmatische realisatie van deze doelen. Het project is met veel verbinding tot stand gekomen, ook wel verbindend besturen genoemd. Voorzitter, in het voorgesteld besluit staat in te stemmen met de ruimtelijke en programmatische visie en daarin voorgestelde uitvoeringsambitie voor het projectgebied en de ruimtelijke kaders voor het citadelpunt. Daar heb ik nog wel een vraag over. Stellen wij alleen de ruimtelijke kaders vast voor het citadelpunt? Doelstellingen programma van de binnenstad. Onder de punten 3 worden de vastgoedeigenaren van panden, winkeliers en andere partijen opgeroepen om de handschoen op te pakken met hun eigendom en met hun eigendom aan de slag te gaan. Marktpartijen zullen ook zelf een financiële inbreng hebben in de investeringen in het centrum. Dat klinkt alsof er nog subsidies beschikbaar zijn. Het is wel te hopen voor de middenstanders dat er nog wat is te halen. Om de achterkant van de Weeshuisweide, de bebouwing daar nog wat in een goede positie te brengen. Wat wij nog missen is het stuk voor het oplossen van het parkeren op de markt en de Weeshuisweide. Parkeren op de markt is in principe niet meer mogelijk. En dat geldt ook voor de Weeshuisweide. De heer Kandekaar geeft aan dat een afname van het aantal parkeerplaatsen in de kasteel en Weeshuisweide goed is. Echter, de auto wordt niet verbannen. Althans, de heer Kandekaar. Voorkomen moet worden dat de openbare ruimte geen stille ruimte wordt. Waarom heeft u geen verkeers- en parkeerplan bij deze visie en ontwikkeling gedaan? Dat is jammer. Het kan toch niet zo zijn dat deze parkeerplaatsen verdwijnen en dat er niets in het centrum voor terugkomt of blijft. En niet van in de toekomst komt het wel goed. Nee, parkeren hoort bij dit plan. En voorzitter, de raad moet wel zekerheden hebben om te kunnen beslissen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwers. Dan de heer G. Mulder als laatste spreker in eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Met deze ruimtelijke visie voor de stad Coevorden leggen we een eerste steen voor de stad, maar ook voor onze gemeente. Wij als PvdA-fractie omarmen deze kaderstellende visie. En samen met onze inwoners gaan we deze visie concretiseren. Een visie die aangeeft wat er ruimtelijk in de gemeente Coevorden moet worden gerealiseerd. Rekening houdend met de ontwikkelingen die op ons afkomen als klimaatadaptatie en hittestress. Mooi dat dit plan laat zien
hoe we Coevorden ook kunnen vergroenen. We hebben een aantal aandachtspunten bij dit plan en lopen die puntsgewijs bij langs. Ik eindig met ons beeld hoe wij de verbetering van de stad verbinden met de dorpen in onze gemeente Coevorden. De markt. Het voorstel van de markthal vinden wij een goed idee. De uitwerking hiervan zien we tegemoet. De haven. We kunnen ermee instemmen dat de haven niet tot grote diepte wordt uitgegraven. Het gaat om de beleving die er met het water ontstaat. Dit voegt wat toe aan het centrum. De toegevoegde waarde van het hele fietsenfilter zien we nog niet. Misschien kan de portefeuillehouder dit nog even toelichten. De citadel. Toch wel een van de belangrijkste punten van het plan. Wij denken dat het goed is om meer concrete kaders op te nemen, zodat we daarmee de beeldkwaliteit ook vastleggen. De bouwhoogte van nieuwe gebouwen zal niet hoger moeten zijn dan het gemeentehuis. Concreet 12 meter. Het karakteristieke postkantoor moeten we niet wegstoppen. Ruimte geven aan de ontwikkelaar moet in goede balans zijn met de omliggende bebouwing. De weeshuisweide. De weeshuisweide moet open blijven en gebruikt kunnen worden voor evenementen. Dit jaar hebben we al kunnen ervaren welke positiviteit hiervan uitgaat. Zorgpunt is voor ons nog wel de achterkant van de bebouwing. We hebben het net ook al gehoord. En van de ondernemers mogen we hier zeker ook een bijdrage in verwachten om dit te verbeteren. Tot slot over dit plan, maar ook dat wij zo'n plan willen voor onze dorpen. Want met dit plan doen we recht aan de historie en laten we dit ook zien. Bijvoorbeeld de doorwaadbare voorden weer terug met een bloemenpracht. Dat juichen we toe. Parkeren dicht bij het centrum, de twee genoemde locaties, die vinden wij prima. Er moet een goede balans komen tussen enerzijds de auto en de fietser CQ-voetganger. Dit alles in een toegankelijk centrum. Wij snappen dat dit een wijziging betekent ten opzichte van de huidige situatie. Maar iets veranderen betekent niet dat het erop achteruit gaat. Nee, wij denken dat het juist een verbetering kan zijn. Die nadere uitwerking moet invulling geven aan de vragen die er nu nog zijn. Met de toevoegingen die ik net heb benoemd, kan het college hiermee aan de slag om recht te doen aan de historie en cultuur van de stad Coevorden. Maar dit prachtige plan heeft mij en onze fractie geïnspireerd. Wij denken dat dit ook kan in de dorpen. De laatste jaren hebben wij niet grootschalig geïnvesteerd in de dorpen, het toerisme en de middenstand. Wij denken dat dit nu kan. En wij willen een bedrag vrijmaken voor de dorpen om historie en cultuur te laten zien en beleefbaar te maken in de openbare ruimte en met openbare voorzieningen. Wij moeten investeren in de infrastructuur in de dorpen, laten zien dat we trots zijn op onze geschiedenis. Daar zien we prachtige kansen voor. Noem bijvoorbeeld Schoonoord met Ellet en Brammert of de Prinses van Zwelo en het verbeteren van recreatieve fietsverbindingen in onze gemeente. Dit vraagt om een integraal plan met grootschalige investeringen in de infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. Misschien wel van een gelijke omvang als dit plan voor de stad Coevorden. Daarmee kunnen we dan definitief de verbinding tussen stad en dorp herstellen. Als jullie instemmen kunnen met ons plan, dan ligt onze motie, visie voor de dorpen, klaar om bij de begrotingsbehandeling in te dienen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. U schoot een beetje door inderdaad naar de begrotingsbehandeling, maar ik snap nu waarom. U bereidt alvast een motie voor. We zijn nu aan het einde van de eerste termijn gekomen over het onderwerp over de stad Coevorden. En ik kijk naar de wethouder of de heer Zwiers al klaar is om als eerste termijn van de zijde van het college in te gaan op de punten die aan de orde zijn gesteld en de vragen die daarbij zijn gesteld. De heer Zwiers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het zou raar zijn als ik geen behoefte had aan een reactie op alles wat er gezegd is tot nog toe. Ik wil eigenlijk de raad in de eerste instantie bedanken, in ieder geval voor de complimenten die we kregen voor het proces. In ieder geval voor de wijze waarop wij in dit geval verbindend besturen hebben ingevuld met elkaar. Dat is waar dit college voor staat. Dat weet u ook en daar zijn we ook trots op en daar willen we ook verder uitbouwen. Wat dat betreft willen we op deze weg heel graag doorgaan. De visie Markt en Haven, Weesuwsweide, die nu voor ligt, die sluit, zoals BBC het al aangaf, inderdaad aan. En daar hebben we natuurlijk ook alle belang bij. We hebben niet voor niks in 2017 die visie vastgesteld. En zo graag is dat het niet aansluit. Die sluit heel goed aan bij die visie. Hebben we daar wel wat extra tijd voor genomen, ook vanwege verkiezingen, maar ook zorgvuldigheid met betrekking tot de gesprekken en het totale proces. De volgorde die daarin is beschreven, de heer Boy noemde het ook al, eerst de positionering van de centrumstraten, daar hebben we in het voorjaar over gesproken en een besluit over genomen. Vervolgens het project Markt als Huiskamer, inclusief de haven en deels gelijktijdig ook de Weeshuisweide. En zo hebben we het ook gedaan. Deze projecten, en zo staat ook beschreven, moet een input geven. Mevrouw Sieben refereerde daar al aan en moet ook samenhang vertonen uiteraard in project 4. En dat is de bereikbare en comfortabele binnenstad. En daarin heeft ook parkeren uiteraard een plek. U heeft als raad ook besloten, u heeft het allemaal als raad besloten op voorstel van de stuurgroep. En de stuurgroep is daar een belangrijke partij in. En in die stuurgroep, daar heeft onder andere het centrummanagement en Domesta hebben daar zitting in samen met de gemeente. De visie die nu voor ligt is dus ook het resultaat van een verlengde planning en een heel zorgvuldig proces waarin draagvlak getoetst is. En waarin we verder zijn gegaan met de herinrichting met de ideeën voor herinrichting van het centrum. Als het gaat om wat is er dan? We hebben ook naar al die verkeersmodaliteiten uiteraard gekeken. En we hebben daarin ook gezegd dat de auto welkom is in de stad en welkom blijft in de stad. En de auto is de gast, zijn de letterlijke woorden die in het stuk staan. Dus we verbannen zeker de auto niet. Daar later nog even op terug, meneer Bouwers. U heeft net al wat complimenten gegeven. Ik ben uiteraard zelf erg trots op dat proces. Niet zozeer voor mezelf, maar ook juist omdat daar zoveel energie op zat, ook vanuit andere gremia. Dan hebben we het over de ondernemers, dan hebben we het over het centrummanagement en dan hebben we het ook over allerlei inwoners die op de inloopbijeenkomsten verschenen en de deelnemers aan de denktank. En we kregen ook uiteraard zo her en der nog allerlei tips en briefjes en mailtjes aangereikt. Hartstikke goed. Dat toont ook dat we met elkaar met die stad bezig willen. Ik denk ook dat we hiermee voldoen aan het wensbeeld. Zoals we dat 19 jaar geleden inderdaad hebben ingezet. En waar ook uitvoering aan moet worden gegeven. En ja, over 19 jaar dan ben ik in ieder geval geen wethouder meer. Binnen die termijn moet er toch wel het een en ander gebeurd zijn, denk ik. Ergo, ik denk dat deze termijn, dat we die echt moeten bekorten. En we moeten er gewoon heel veel druk op zetten. Dat verdient de stad en dat verdient ook de mensen hier om die bezoekersaantallen weer te gaan opplussen. Die prachtige visie, en mevrouw Sieben verwees al een beetje naar, het parkeren overschaduwde toch wel een beetje zeg maar, de schoonheid van het plan. En dat is natuurlijk jammer dat gebeurt, omdat er een visie ligt hier en geen parkeerplan. Dat is een bewuste keus, dat heb ik ook al aangegeven. En die volgorde die hebben we ook in de stuurgroep nadrukkelijk besproken. En we kunnen niet zeggen dat de ondernemers het er niet mee eens zijn. We kunnen misschien zelfs wel niet zeggen dat een groot deel van de ondernemers het er niet mee eens zijn. Nee, de ondernemers die hebben zich vertegenwoordigd in het centrummanagement. En vanuit het centrummanagement is nadrukkelijk besproken dat deze visie kan worden vastgesteld. En dat we daarna als eerste project, en dat hebben we recentelijk nog even een keer in de stuurgroepvergadering bekrachtigd, dat we het als eerste project het parkeren meenemen.
En dat wordt het eerste project wat u hier ook terug gaat zien, onderbouwd en wel, als het gaat om de centrumvisie. Of om de Markt en Haven en de Weeshuisweide. Als het gaat om de Rabobank en de notaristuin, dan kunnen we daarvan zeggen dat Van Dijk meedoet in dit proces. Is ook al in de commissievergadering aan de orde geweest. Maar de inrichting daarvan en de hoogte van de gebouwen en dergelijke, dat komt nog wel weer voorbij. Want wij bepalen daarin de ruimtelijke kaders als gemeente. En dat doen we op voorstellen die wij tegemoet kunnen gaan zien. En of dat dan past. Hè, die ruimtelijke kaders die hebben we nog niet gemaakt. Dat zal ook allemaal in overleg gaan. En we zullen zien wat dan past. En over de hoogte van de gebouwen maak ik me in die zin nog niet direct zoveel zorgen. Omdat daar specialisten naar gaan kijken. Om te bekijken of dat allemaal inpasbaar is wat er voorgesteld wordt. En ook dat komt weer bij u terug. Als ik dan even inga op alles wat er gezegd is. Een aantal dingen heb ik net al wel benoemd. BBC vroeg nog, is dit dan het eerste project wat dan voorbij gaat komen? Ja, dat is het eerste project. Dus daarmee geef ik denk antwoord op die vraag. De parkeerrouting, uiteraard zal dat er onderdeel van zijn, van het plan wat nu gemaakt gaat worden. Maar dit hoort allemaal niet in de visie thuis, dit hoort in het vervolgplan thuis. En als we als stuurgroep daar geen vertrouwen in hadden gehad, inclusief het centrummanagement, dan hadden wij die visie er ook niet op deze manier natuurlijk neergelegd. Ondernemers meer betrokken houden, dat kwam meerdere keren voor, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben, uiteraard, want ik ben daar erg blij mee. Ik vind het ook heel mooi dat we daar ook de goede discussies voeren. En dat maakt dat het soms misschien iets langer duurt, maar dan vind ik dat de zorgvuldigheid van het proces en de kwaliteit van het resultaat toch voorrang moet krijgen. Of ik me in wil zetten tussen de afstand, misschien de psychologische afstand tussen dorp en dorpen en stad te verkleinen, dat wil ik uiteraard. Daar hebben we denk ik ook al eerder blijk van gegeven door voorstellen te doen, bijvoorbeeld als het gaat om herstructureringsfonds en door ook zaken als toerisme in dorpen en stad met elkaar te verbinden. De procesgang, daar hoef ik het denk ik niet meer over te hebben. Mevrouw Sieben had een aantal zaken, volgens mij ben ik daar al voldoende op ingegaan. Op het amendement kom ik straks nog even terug. Het PAC, inderdaad ook, het blijft uniek, hè? Waren de woorden. Gratis parkeren, heel dicht bij het centrum. Dat hebben we denk ik in deze omgeving bij een stad van deze omvang, hè? Een relatief kleine stad, maar toch wel een hele mooie stad, hebben we dat niet. Als het om de weekmarkt gaat, ik heb natuurlijk ook nog even met de voorzitter van de marktcommissie gesproken. En de voorzitter van de marktcommissie die gaf mij duidelijk aan, ja, ik heb er even overheen gelezen, maar ik had niet gelezen dat er 20 parkeerplaatsen blijven, alles bij elkaar op de markt. En dat er op het moment dat de weekmarkt er is, gebruik gemaakt kan worden aan zoveel mogelijk van de openbare ruimte om te parkeren. Soms letterlijk in de visie. En er schijnen meer mensen dat niet gelezen te hebben, maar dan bij deze vertel ik het u graag. Aanvullend beleid. Als het gaat om evenementen, ja, daar moeten we misschien toch nog eens even naar kijken. Wat is dan handig, wat is nodig, hoe zorgen we er toch voor dat de evenementen die georganiseerd worden passend blijven. Dat is niet helemaal mijn portefeuille, maar daar zullen we binnen het college ongetwijfeld met elkaar over van gedachten wisselen. Dan het CDA. De boeren die de zaken hier wel even besturen. Ja, nou, op zich hoeft dat natuurlijk helemaal niet fout te zijn. Want we doen als boeren best goede dingen, toch? En dat de boeren nog eens een keer heel goed in het nieuws komen, dat verdienen ze wat mij betreft ook. En de achtergevels, die kwamen ook een paar keer voorbij. En u heeft daar echt een punt, want dat heeft ook mijn zorg. Ik vind dat, omdat we wel goede afspraken over parkeren hebben gemaakt, vind ik dat misschien nog wel een grotere zorg dan
Dan vind ik het inderdaad, zeg maar, de gevel is een grotere zorg dan parkeren. Kijk eventjes, want er wordt bij de interruptiemicrofoon gemeld. En de vraag is wat mij betreft even, want de wethouder is nog niet uitgesproken. Dus het kan zijn dat hij toch nog iets gaat adresseren wat nu door de heer Boy misschien ter sprake wordt gebracht. Maar dat horen we dan wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik ga even terug. De wethouder had het over dat er naar een goede parkeerrouting wordt gekeken. En dat was ook een van onze vragen. Maar daaraan gekoppeld hadden we ook de vraag of er eerst nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd alvorens de oude te verwijderen. Dat is een vraag die was eigenlijk gekoppeld aan de parkeerrouting. En die heeft niet beantwoord, dus vandaar. Dan zal ik die alsnog beantwoorden. Dat is ook een afspraak die we met elkaar ook in de stuurgroep hebben gemaakt. Gaat u verder. De achtergevels, daar was ik gebleven. Die achtergevels, daar willen we graag verder over in gesprek. Dat hebben we al gedaan. Dat heeft wat ons betreft tot te weinig resultaat geleid. We zijn er ook wel mee bezig om daar toch weer opnieuw met eigenaren in gesprek te gaan. Dan moet je dus alle individuele eigenaren van die panden wel bij langs. Dat is niet erg, maar dat kost wel tijd. En we zullen dat ook niet allemaal tegelijk kunnen realiseren. En als het gaat om het geld, we hebben op dit moment nog wel subsidies beschikbaar. Misschien is dit ook wel de plek om dan toch maar een oproep te doen aan die ondernemers die er nog iets mee willen met die achterkanten. Want wij komen graag praten over een mogelijke aanpassing, zodat ook eigenlijk het mooiste straatje van Coevorden, van waaruit je naar het kasteel kunt kijken, dat ook echt een mooi straatje wordt. Even zien, volgens mij ben ik er nu wel zo'n beetje. De helofietenfilter. Ja, ik zou hard zeggen, technische vraag. Maar ik heb toch wat ingefluisterd gekregen, zeg maar. Het is de bedoeling dat zo'n filter. Het is groen, dus dat is mooi. En er komt ook nog wel wat regenwater mee in dat filter. En waar toch allerlei rotzooi in zit. Dat hele fietenfilter is een heel mooi natuurlijk filter. Wat toch dan weer dienstbaar is aan het milieu. Ik vind dat we zoiets. Dat mogen we dan ook wel in de binnenstad van Coevorden hebben, lijkt mij. Ik geloof dat meneer Boy er weer aankomt. Ik neem aan niet over het hele fietenfilter. Fietenfilter, daar heb ik niet zoveel verstand van. Ja, ik weet ook dat het vuil filtert en het komt allemaal heel goed. Het staat ook nog mooi groen, vind ik, bij die markt, daar, bij het water. Alleen, ik had één vraag. Ook bij het water, daar komt een gebouw. En dat publiek gebouw is dat. En ik wil graag van u weten welke invulling aan het publiek gebouw denkt te geven. Of er al bestemming voor is. We bouwen niet voor leegstand, neem ik aan. Nou, als er gebouwd wordt, doet Peter van Dijk dat op die plek. Dus als die voor leegstand wil bouwen, dan raakt dat ons ook niet onmiddellijk natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat hij dat ook niet doet. En u heeft een punt. Hè. We willen natuurlijk. Er staat in de visie en hoe dat ingevuld moet worden, dat weten we nog niet precies. Daar zijn wel wat ideeën over. Maar ik denk dat het op dit moment nog te prematuur is om te zeggen van dat willen we erin hebben. Ik vind ook dat we dan ook eerst met partijen waar wij gedachten bij hebben, dat we daar eerst mee in gesprek moeten. Voordat wij daar nu al beelden van prijsgeven. Want dat is denk ik niet zo handig en ook niet zo relevant. Laten we ons eerst maar eens even richten op de partijen waarvan wij denken dat ze daar geschikt kunnen zitten. U denkt overigens wel dat er partijen zijn die daarin geïnteresseerd zijn om zich daarin te vestigen? Nou, dat weten we nog niet precies, maar we gaan ze in ieder geval wel proberen te verleiden. Dank u wel. Meneer Roedemaker. Ja, voorzitter. De wethouder wordt nu heel erg concreet als het gaat om een publieke bestemming voor die begaande grond. In eerdere plannen is er altijd gesproken over commerciële ruimte. Is dat nu van de baan? Nou, dat is nog niet helemaal van de baan. Omdat de mogelijkheid in de bestemming daartoe in ieder geval nog beschikbaar is. Maar goed, er ligt nu een visie. En wellicht dat ook de projectontwikkelaar Van Dijk best blij is met die visie. Meer vierkante meters op zich zitten natuurlijk niet veel mensen op te wachten. Maar we hebben wel gezegd, er moet ook
omdat die bestemming er nog ligt, moeten we het niet uitsluiten. We kunnen het ook niet uitsluiten dat daar nog een commerciële partij in komt. Maar goed, dat zullen we zien. In de nadere uitwerking van die plannen van Peter van Dijk, daar moet Peter van Dijk zelf mee komen als projectontwikkelaar, zullen wij kijken wat hij daar mee gedaan heeft met die mogelijke bestemming. Mevrouw Siebe. Dank u wel. U zei net dat u nog terug zou komen op het amendement. En u heeft ook al gezegd dat de achtergevels belangrijker zijn eigenlijk dan de parkeerplaatsen. En nu zijn we over de invulling van het project bezig. Maar is nog steeds niet in beeld hoeveel parkeerplaatsen er gaan verdwijnen. Hoeveel parkeerplaatsen er terugkomen. Ik heb net 20 gehoord. Hè, voor kort parkeren op de maandagen. Dat hij in het centrum blijft. Het PAK heeft ook iets gezegd over een aantal parkeerplaatsen. Hè, dat er in ieder geval voldoende parkeergelegenheid blijft. Maar volgens mij staat niet in deze visie hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen en hoeveel er terugkomen. Nee, maar dat hoort daar ook gewoon simpelweg niet in. Want het is geen parkeerplan. Het is een visie op wat we hier met elkaar willen. En de concreetheid van de plannen moet straks in de uitwerking komen. En daar heeft het centrummanagement vertrouwen in. Anders hadden, en die hebben ook zelf een achterbanraadpleging gedaan. Hebben wij ook gedaan intern. En vervolgens is het besloten in de stuurgroep dat deze visie voorgelegd kan worden. Omdat we vertrouwen hebben in de verdere uitwerking, ook van project 4. Verder vragen, mevrouw Siebe. Ja, dank u. Maar dan begrijp ik niet hè, dat in die stuurgroep dat alles besproken is. En dat we hier nu met z'n allen iets moeten gaan beslissen. En dat vorige week centrummanagement heeft ingesproken over die parkeerplaatsen. Dus dat er wel degelijk iets aan de hand is. U kunt zorg altijd op twee manieren uitleggen. Gebrek aan vertrouwen of nog onvoldoende duidelijkheid. En in dit geval gaat het over die tweede. En die duidelijkheid, die heeft u nog niet, die heb ik nog niet. Ik heb wel enige duidelijkheid over welke alternatieven er zijn. En daar zijn we wel van overtuigd. En wat het centrummanagement nu wil, en hebben we nog eens een keer weer laten bekrachtigen, en hebben we met elkaar besproken, vorige week donderdag, in de stuurgroep, dat we daar vertrouwen in hebben en dat dit het eerste project wordt wat uitgewerkt wordt. En we laten ons daarin natuurlijk niet leiden door een aantal mensen die individueel daarop hebben ingesproken. Het gaat hier over een project wat de hele stad aangaat, wat de hele gemeente aangaat. We moeten iets en daarin zullen we proberen zorgvuldig mogelijk ook naar het parkeren te kijken. En dat hebben we eigenlijk min of meer al toegezegd en dat gaan we ook zeker doen. Nog niet voldoende, mevrouw Siebe. Graag. Gaat u gaan. Dank u wel. Ik begrijp hè, dat dat na de commissievergadering is geweest, dat u weer met de stuurgroep heeft gesproken. Dat er wel vertrouwen is. En eigenlijk is dat ook nou precies wat er in het amendement verwoord is. Dus wat u eigenlijk zegt, staat in het amendement. Dus ik zie het probleem niet om dat toe te voegen. Nou ja, kijk, alle waardering voor alle mooie teksten die u heeft gebruikt over het plan. Maar ik zie dan het probleem niet waarom er een amendement zeg maar, toegevoegd zou moeten worden. Want dan, daarmee is het volledig overbodig. Ja, dat blijft natuurlijk heen en weer gaan op deze manier. Maar als er van beide kanten vertrouwen is, waarom is dit probleem over het parkeren, waarom veroorzaakt het dan zo'n mist? Waarom blijven we daarover discussiëren? Want als dat vertrouwen er was geweest, dan hadden we hier nu toch niet zo gestaan? Nou ja, ik heb net gezegd dat het vertrouwen er is. En ik weet niet waarom de mist is ontstaan. Misschien weet u het. Maar het is in ieder geval niet ontstaan doordat er hier massaal spandoeken voor de deur stonden. En dat de mensen zeiden van we krijgen niet genoeg parkeergelegenheid. Nee, dat was er helemaal niet. De tribune zat niet vol. We hebben met een inspreker te maken gehad die wel zijn zorg heeft geuit. Maar die ook heeft gezegd dat hij vertrouwen heeft in dat plan. Nou, dan denk ik, wat is er mis? Dan kunt u mist ophangen, of dan kan iemand anders mist ophangen over het parkeren. Maar ik denk dat we het over de schoonheid van het plan moeten hebben, nu dat vertrouwen er gewoon simpelweg wel is. Ja, maar volgens mij staat het vertrouwen in het plan en dat iedereen daar enthousiast over is en lovend over is, daar gaat de discussie ook niet over. Het gaat juist over het feit, wanneer weten we zeker dat er naast dit prachtige plan wat er is,
dat er ook voldoende parkeerplaatsen blijven, in ieder geval voor het kort parkeren. Dat is de vraag geweest. En als u zegt van joh, daar blijkt genoeg vertrouwen uit, dan vraag ik me af, daar was ik vorige week zelf bij, waarom hier dan het centrummanagement heeft ingesproken om te laten zien dat vertrouwen er dus blijkbaar niet is. Ik weet niet wat er daarna is gebeurd, maar vorige week dinsdag was het er niet. U vult het vertrouwen in zoals u het invult. En dat vertrouwen waar wij het over hebben is dat er nog wat onduidelijkheid is. Maar dat dit het eerste plan is. En zo is het ook samen met centrummanager Vloter. U heeft mij ook horen zeggen. Ze zitten in de stuurgroep. Die stuurgroep die blijft aan het stuur. Daar zit het centrummanagement in. Het eerstvolgende project wordt ook via die stuurgroep geleid. Dus het centrummanagement en Domesta en de gemeente samen hebben alle mogelijkheden en alle tijd om daaraan ook de goede dingen te doen als het om parkeren gaat. Dus er is geen probleem. Maar als de structuur niet duidelijk is, ja, dan vertel ik hem graag nog een keer. Maar nu is het al ongeveer duidelijk, denk ik. Want nu komen we in de fase dat dit onderdeel in de cirkel die er dreigt te gaan ronddraaien. Maar mevrouw Driehuis heeft misschien een andere aanvullende vraag. Nee, niet direct. Ik had eigenlijk een opmerking, maar die is net door de wethouder al min of meer weggenomen. Ik neem het zo in de tweede termijn wel mee. Heel goed, dank u wel. Ik kijk even naar de wethouder. Was hij aan een afronding toe? Ja, volgens mij was het hele fietsenfilter waar we eigenlijk mee eindigden voordat de discussie verder ging. Ja, ik zag de groene vingers in deze zaal bevestigend knikken toen u zo uit een losse pols daar toch een technisch antwoord op gaf. Ja. Goed, dank u wel. Dat besluit dan de eerste termijn. Is er behoefte aan een schorsing of een ander moment? Of kunnen we er gelijk door naar de tweede termijn? In dezelfde volgorde wat mij betreft dan van sprekers? Ja? Dat kan. Iedereen klaar voor een tweede termijn? Mooi zo. Dan kijk ik naar de heer. En het zou mij mooi lijken, laat ik dat toch even aan de voorkant toevoegen. Er zijn op een enkel onderdeel toch nog wel wat verschillen. Als het gaat om bijvoorbeeld die visie op hoe je de rol van die auto in dat parkeren dan ziet. Daar heb ik hele uiterste over gehoord, althans horen suggereren. Voor het overige valt het denk ik met de accentverschillen wel erg mee. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat u vooral ook in elkaars richting daar nog iets over zou willen zeggen. Want het hoeft niet alleen maar een actie-reactie-verhaal raad en college te zijn, toch? We praten over een belangrijke ontwikkeling van de stad in een breder perspectief. Goed, dat geef ik u nog even mee. Dan is als eerste het woord bij de heer Boy. U mag dat vanaf uw zitplaats, zo hebben we dat afgesproken. Dat zeg ik ook even voor de zaal in de publieke tribune. De tweede termijn mag vanaf de eigen zitplaats. De heer Boy. Dat geldt niet voor de interrupties trouwens. Daar blijft voor de afspraak staan. U dient op te staan en zich naar de interruptiemicrofoon te begeven. Dan kunt u ook nog even nadenken over wat u precies wil interrumperen. De heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Hij doet het. Voorzitter, ik wil eerst even reageren op het amendement. Het BBC 2014 zal het amendement niet steunen. In de eerste plaats worden stakeholders vertegenwoordigd in de stuurgroep en de denktank. Dus zijn ze mede-opdrachtgever. Dat maakt ook dat ze in de verdere uitwerking betrokken zullen worden en zijn en een stem zullen hebben in die verdere uitwerking. Verder heeft de wethouder een aantal antwoorden op onze vragen antwoorden gegeven op een aantal vragen van ons. En daarom vinden wij dat het amendement verder overbodig is. Dus met parkeren heeft hij een aantal toezeggingen gedaan. Dus wij vinden verder het amendement overbodig. Zult niet ondersteunen. Voorzitter, we stemmen in met de visie. BBC 2014 is van mening dat het resultaat er zijn mag. Er wordt een aantrekkelijk centrum gerealiseerd waarbij ingezet wordt op de eigen identiteit en kwaliteit. Niet een doorsneecentrum, maar een authentiek en eigenzinnig. Meer cultuur, autoluw en een hoogwaardige invulling van de openbare ruimte. Wij wensen de portefeuillehouder, de ambtelijke organisatie, de ondernemers en andere belanghebbenden veel succes met de concrete uitwerking van de projecten. De nu voorliggende deelvisie is in ieder geval een uitstekende kapstok voor een bruisende stad met straks weer toenemende bezoekersaantallen en bestedingen. Tot zover. De heer Mulder. Ik heb nog wel even een vraag. We hebben het net gehad over bouwhoogtes. Kunt u daar nog iets over aangeven wat uw mening daarover is? Moeten we die vastleggen of niet?
Daar kan ik u op dit moment geen antwoord op geven. In eerste termijn heb ik gezegd dat we wel ongerust zijn over die bouwhoogtes. Maar we moeten eerst maar eens het ontwerp zien, hoe dat er precies uit gaat zien. En we hebben ook gezegd dat we op dat moment zullen kijken of we daar een probleem mee hebben of niet. Het is nog heel prematuur, het ontwerp, dus daar kan ik verder niks aan zeggen. Helder reactie, dank u wel. Dat van de kant van de BBC-fractie, tweede termijn, mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. Inmiddels zijn er een heleboel vragen beantwoord. Ik heb eigenlijk nog één ding niet gehoord en dat is wat meneer Boy aangaf. Die had nog een vraag aan de wethouder over de subsidiecoördinator. Wanneer die wel zou zijn, niet zou zijn, hoe de voortgang is. Dus daar ben ik nog benieuwd naar. Verder heb ik inmiddels ook gehoord van de BBC. Dankjewel, moet ik zeggen. Wij zijn daar ook heel erg benieuwd naar hoe dat ervoor staat en helemaal in relatie tot dit project. De BBC geeft aan dat ze het amendement niet steunen omdat de stuurgroep ook in de verdere uitwerking van de plannen betrokken is. Wij weten natuurlijk ook dat de stuurgroep en het centrummanagement, dat iedereen daarbij betrokken is. Alleen wij blijven ons wel zorgen maken over hoe dat parkeren eruit gaat zien. En wij houden dan ook vast aan het amendement. Dus die visie, daar zijn we enthousiast over. Dat ziet er goed uit. Het proces is goed, dus die steunen we. Maar we houden wel vast aan het amendement. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe de fracties daar verder over denken. En heb ik nog één puntje. Volgens mij had de PvdA inderdaad gevraagd over de bouwhoogtes. Ik weet niet of dat nu, of ze daar nog steeds benieuwd naar zijn. Maar ik denk dat we dan bij project 6 zijn. Dus ik ga nog niet daarop reageren. Dank u wel. De derde fractie in de rij was volgens mij mevrouw Driehuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Alle verhalen aanhorende zijn we blij dat ook meerdere partijen wat kritisch zijn en ook bezorgd zijn over zeg maar, de invulling van de citadelpunt. Ik hoop ook dat we straks goede kaders stellen die ook uiteindelijk mooi in het beeld passen. En ik hoop ook dat op het moment dat die kaders worden gesteld, we daar dan ook in een vroegtijdig stadium bij betrokken worden. Wat het amendement betreft, daar gaan we niet in mee. Wij denken dat het plan of de visie zoals die er nu ligt, in dat opzicht voldoende zekerheid biedt dat er voldoende parkeerplaatsen blijven. De mist waarover gesproken wordt wordt volgens mij alleen maar opgetrokken door de VVD zelf. Want als je het plan gewoon goed leest, dan zie je dat daar al zorgvuldig naar gekeken is. En ik heb de wethouder ook horen zeggen dat daar zometeen een uitgewerkt parkeerplan komt. Dus dan ga ik er ook vanuit dat dat op een goede manier invulling gaat krijgen. Mevrouw Siebe. Dank u wel. Nou, de mist is niet door ons opgetrokken. Er is vorige week door iemand ingesproken, door het centrummanagement en nog iemand. En er heeft heel veel in de media gestaan. Dus het is niet de mist van de VVD. En volgens mij is dat ook niet gebleken uit het verhaal dat we hebben gehouden. Want we zijn positief over de visie. Nou, dat begrijp ik ook zeker. En ik weet ook dat er een hele hoop gesproken is afgelopen week over de parkeerplekken. Maar ik denk ook dat dat door een enkeling is. En ik heb de inspreker van het centrummanagement vorige week horen zeggen dat hij inderdaad blij is met het plan zoals het er ligt. En het wel een aandachtspunt vindt. Maar niet zozeer dat hij daar ernstige zorgen over had. En als ik de wethouder nu zo hoor, dan denk ik dat dat ook op een gegeven moment wel goed komt. Ze zitten allemaal in dezelfde groepen om dat op een goede manier bespreekbaar te maken. En ik heb er dus alle vertrouwen in dat er straks een parkeerplan komt te liggen waarin dat allemaal in meegenomen is. En waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle partijen. Daar gelaten dat je natuurlijk nooit iedereen tevreden kan stellen. En misschien is het ook wel eens goed dat er wat verandering komt. En verandering is eng, dat snap ik allemaal wel. Maar daar zul je misschien ook eens met een open blik naar moeten kijken. Dus wat het amendement betreft, daar gaan we niet in mee. We zijn blij met het plan zoals het er nu ligt. En wij wensen iedereen heel veel succes met de uitwerking daarvan. En we kijken de projecten tegemoet. Dank u wel, mevrouw Driehuis. De heer Heling.
Dank u, voorzitter. Hij staat hard genoeg, geloof ik. Wij delen de zorgen van de VVD. Maar na de beantwoordingen van de portefeuillehouder voelen wij niet de noodzaak om mee te gaan in het amendement. Wij denken dat het, als het straks terugkomt in project 1, dat er dan meer duidelijkheid komt. En daar zijn wij dan ook... In ieder geval, als het dan niet duidelijk genoeg is, kunnen we er altijd nog wat van vinden. We zijn blij dat de wethouder onze zorgen omtrent de achterkant van de gebouwen, van de winkels, ook deelt. Hier aan de Weeshuisweide. En dat er zeker nog wat mee gaat gebeuren. Verder vinden we het een goed plan, mooi plan. En we wensen alle betrokkenen veel succes met de uitvoering ervan. Dank u wel. Dan zijn we de heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Ik moet de heer Boy corrigeren als hij zegt van de motie over de subsidiecoördinator was raadsbreed gesteund. D66 steunde die motie niet. Niet zozeer omdat we er inhoudelijk ontzettend mee oneens waren, maar vanwege het feit dat dit punt zelf door het college al in het collegeprogramma verwerkt was. Dus met de heer Boy en met de andere fracties zijn we wel verbaasd dat die subsidiecoördinator nog niet gerealiseerd is. Ik ken de wethouder inmiddels als een enorm ondernemersgezinde man. Soms op het eenzijdige af, denk ik wel eens. Maar daarom maak ik me ook geen zorgen over het feit of die parkeerplaatsen wel gerealiseerd worden. En als ik zie in de plannen zoals ze voorliggen, dan zie ik dat er meer vierkante meters aan parkeerplaatsen potentieel bijkomen dan dat er met de markt en de Weeshuisweide weggaan. Ik verheug me op de discussie over die parkeerplaatsen, maar ook over de plek van de auto in de binnenstad. Want D66 is nog steeds van mening dat de auto in een aantrekkelijke, gezellige, bezoekersvriendelijke binnenstad een duidelijk ondergeschikte plek moet hebben. Ik heb mijn enthousiasme voor de plannen niet onder stoelen of banken gestoken in de eerste termijn, meen ik. Dus ik wil het hierbij laten. Dank u zeer, meneer Hoedemaker. De heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog geen antwoord gekregen van de wethouder, dat de heer Kandekar de afname van het aantal parkeerplaatsen enzovoort, dat het goed is. Maar dat hij ook aangeeft dat de auto wel ook in de stad moet zijn, anders dat het de openbare ruimte toch waarschijnlijk toch ook wel een stille ruimte was. Ik hoop dat het daar nog even op antwoordt. Ik heb net ook in eerste instantie gezegd dat wij zeer positief staan tegenover deze visie. En wij zien die visie dan ook verder tegemoet. En de uitwerking, de wethouder heeft gezegd dat het parkeerplan eerst aan de orde komt. En we wachten dus ook af waar hij daarmee komt. En we weten zeker dat hij daarmee komt, want anders kan hij niet verder. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, wethouder, college, veel sterkte met en veel wijsheid. Dank u wel. En dan de heer Mulder van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij stellen hier het ruimtelijke kaders vast voor de stad Coevorden. En inderdaad geen parkeerplan. Dus wat onze fractie betreft steunen wij het amendement niet. De uitgangspunten voor het parkeren zijn benoemd en de uitwerking komt in het parkeerplan. Zo had ik ook misschien het hele fietsenfilter wel verwacht in de uitwerking en niet in dit plan. Daarom benoemde ik hem ook even. Waar ik toch nog wel mijn zorgen over heb, zijn de bouwhoogtes van de citadelpunt. Nou, ik sluit me
daarbij wel aan bij wat mevrouw Driehuis ook net aangaf. Dat wij daar toch wel alert op zullen zijn, maar daarin ook als raad meegenomen willen worden. En het volgen dat de wethouder kennende gaat dat ook gebeuren. Verder heb ik geen reacties gekregen op mijn aanvulling over plan voor de dorpen. Dus wij zullen onze motie verder voorbereiden, zodat wij ook met elkaar gaan bouwen aan historie voor de hele gemeente Coevorden. Dank u wel. Kijk aan. Met het opgeheven glas al. Ja, u bent optimistisch, meneer Mulder. Daarmee zijn we, denk ik, door de tweede termijn van de zijde van de raad. En is de laatste reactie van de kant van het college van de heer Zwiers nu aan de orde. Hij heeft het woord. Ja, ik ga ervan uit dat vraag over de subsidiecoördinator door de portefeuillehouder wordt beantwoord. En dat ben ik in dit geval niet. Als het gaat om de bouwhoogtes, ja, dat komt vanzelf bij u voorbij. Want die ruimtelijke casus stelt u inderdaad zelf vast hier. Ik hoop ook niet dat het alleen straks over de bouwhoogtes gaat, maar dat het over het totale plan gaat wat er ligt. En dat we kijken naar of het goed past bij die omgeving. Daar zullen ook specialisten natuurlijk naar gaan kijken. Als het gaat om, toch even heel kort nog het parkeren. Mevrouw Driehuis gaf aan dat het centrummanagement inderdaad insprak en het een aandachtspunt vond. Toevallig zit hier, misschien ook niet toevallig, maar de voorzitter zit hier op de tribune en die knikte op dat moment instemmend. Dus ja, ik neem dat dan maar waar. Dus, en ik ga er ook vanuit dat hij dat oprecht doet, dat knikken. Ik denk dat er geen probleem is. Dat weten wij. Dat weten wij. Hij knikt weer, dus dat klopt. De heer Hoedemaker. Ja, ontzettend complimenteus vandaag. Moet ik zeggen, daarvoor in ieder geval dank. Dat u uw enthousiasme niet kunt onderdrukken bijna. Ja, dat is fantastisch. En ik krijg er bijna... Nee. Ik word er bijna emotioneel van. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar ik vind het wel fijn. En daarmee tegelijkertijd realiseer ik me natuurlijk ook dat daarmee de heer Hoedemaker ook misschien wel de druk opvoert. En dat het toch maar moet gebeuren. En daar heeft hij ook nog eens gelijk in ook. Als het gaat om Kandakar, meneer Bouwers, ik dacht dat ik daar antwoord op gegeven had door te zeggen dat de auto in de stad te gast blijft en dat hij dus welkom is. Zo moet je dat ook vertalen. Ik weet niet of u daaraan nog vragen heeft als ik dat zo verwoord, maar dat is in ieder geval de bedoeling en zo staat het ook omschreven in het plan. Dus op die manier hebben we gedacht, de opmerking van de heer Kandekar in te moeten vullen. Dat waren voor mij de zaken. Het amendement is al iets over gezegd. Ik denk dat die niet nodig is. Ik snap wel dat er een hang is naar duidelijkheid. Ik ben wel blij dat VVD ook heel enthousiast is verder over de visie. Ik ben heel erg blij met de woorden die vandaag gebruikt zijn om te zorgen dat we hier met elkaar als gemeente Coevorden de schouders zetten onder het plan in de binnenstad. En wellicht, zoals door de PvdA genoemd werd, ook op andere plekken in deze gemeente uiteraard. Mag ik nog even interruperen van deze plaats? Geeft u antwoord op de subsidiecoördinator of de wethouder? Ja, daar was ik, daar was ik net mee begonnen. De portefeuillehouder is in dit geval de heer Bouwmeester, dus die zal die vraag voor u gaan beantwoorden. Ik zal in ieder geval ingaan op het onderwerp. Ik wil nog één ding zeggen. Mijn buurman, die wapperde al met het bekertje. Maar die hebben we speciaal voor dit moment ingevlogen. Want het is ook wel het moment dat we echt nu van start gaan met het uitwerken van de praktische zaken, van de projecten, van de plannen. Dat is het bekertje met bouwen aan historie. En volgens mij, als ik me niet vergis, maar dat komt pas nadat u echt ja heeft gezegd, geloof ik, komt er ook nog iets lekkers voorbij. Zover is het nog niet. Zover is het nog niet. Dus ik hou me nog even in, zeg maar. Eerst de subsidiecoördinator. Ja, toch een paar opmerkingen daar nog wel over. Eigenlijk zou ik nu natuurlijk moeten horen, dit is volstrekt buiten de orde van dit agendapunt. Maar dan zou u mij kunnen verdenken van het feit
dat ik het feit dat ik daar de verantwoordelijke portefeuille voor ben, daarmee de discussie uit te leggen. Dus u maakt het mij als voorzitter ook echt wel lastig. Want nou moet ik dus iets gaan zeggen over een onderwerp wat eigenlijk niet in de orde van de vergadering past. En ik vind ook wel dat we het een beetje zuiver moeten houden. Net zoals ook niet verder is gegaan op de suggestie om ook voor allerlei dorpen allerlei dingen te gaan doen. Want dat past ook net zo buiten de orde van dit onderwerp op de vergadering. Dat gezegd hebbende. Misschien wel goed dat u even weet dat het P&O-rapport inmiddels is opgeleverd. Dat dat een deze dagen in het, ons managementteam zal worden besproken. Omdat u zult kunnen vermoeden dat een functionaris, waarvan magische eigenschappen worden toegedicht, alsof als je die eenmaal hebt dat dan de miljoenen binnen gaan stromen en afijn. Dat is vooral een interne organisatorische vraag. Dus die hoort ook als eerste beoordeeld te worden, zo'n rapportage, zo'n oplevering, daar waar dat nu ligt. Dus ik verwacht zeer zeker op korte termijn u iets daarover te kunnen melden. Niet zozeer dus in het kader van dit agendapunt. Misschien wel goed, omdat het over dit agendapunt natuurlijk tegelijkertijd wel gaat. Daar is wel een deel van de analyse van dat bureau aangeweid. En die stellen eigenlijk vast, ja, dit onderwerp bevindt zich met waar we nu staan, vanavond, in de fase dat een plan van aanpak voor subsidieverwerving zou kunnen worden opgesteld. Dat is dan wat voor deze discussie wel relevant is en dat past, denk ik, binnen het kader waarin u nu kennis neemt van de voorlopige raming van de mogelijke financiële consequenties en in de stukken ook staat dat u nog nadere voorstellen zult krijgen over hoe we dat zullen gaan doen. Nou, daarmee is ook de wenselijkheid van een dergelijk plan van aanpak natuurlijk wel voor de hand liggend. Daar wou ik het op dit moment eigenlijk bij laten. Dan zijn we wat mij betreft toe aan de afsluiting van dit agendapunt, althans de bespreking daarvan. Want dan hebben we de vraag te beantwoorden of er nog steeds een amendement aan de orde is. Wenst u dat nog steeds in stemming te brengen, mevrouw Siebe? Nou, ik kan hem wel in stemming brengen, maar volgens mij hebben we iedereen gehoord. Ja, daarom vraag ik het ook. Nou, hij ligt er nog steeds. Ja. Dus graag. U wilt het graag nog even horen. Ja. Ja. En een enkele fractie die zich daar niet heel expliciet nog even uitgesproken, die moet dus nu ook nog wel even kleuren bekennen. Goed. Een aantal partijen hebben zich inderdaad concreet uitgesproken. Zullen we het maar gewoon even bij hand opsteken doen? Wie wordt geacht tegen dit amendement gestemd te hebben? Dus alleen degene die tegen dit amendement zijn, die... Nou, of alleen. Dat is denk ik wel een groot aantal van de zaal. Wie is tegen dit amendement? De heer Bouwers toch ook? Oké, okay, want dat was een van de fracties waarvan ik dacht van heb ik nu iets gehoord wat ik zou kunnen duiden. Dus dat is de conclusie, mevrouw Siebe, dat uw fractie daar op dit moment alleen in staat. U mag daar nog iets over zeggen, meneer Bouwers. Nou, in principe is het een zeer sympathieke amendement. Maar de wethouder heeft aangegeven dat parkeren het eerste is wat aan de orde komt. En daar hebben wij dan weer nog een inspraak in, mag ik hopen. Want dat is ook zo, wethouder. Die knikt, dus dat is nu bevestigd. En ook door de voorzitter trouwens. Dus vandaar dat wij... het amendement, ja, het is leuk, maar niet te steunen. Hij ligt er wel, maar hij is verworpen. Daarmee ligt er nu een besluit voor, niet geamendeerd. Maar als ik het goed heb, dan kan dat wel op uw ruime instemming rekenen, inclusief de stemmen van de VVD. Dus dank daarvoor, dan is met algemene stemmen conform het besluit besloten. En dat is het moment waarop er een toezegging van de projectleider, de heer Sportel, moet worden ingevuld. Want hij heeft toegezegd, ook al wist hij toen nog niet hoe de uitslag van deze discussie zou zijn. Ja, en ik geloof dat de heer Ten Berge zichzelf als uitlokker herkent. Dat er een bescheiden traktatie op dit moment wordt uitgereikt. Dan kunt u nog zitten de vergadering, want die zal niet zo heel lang meer duren. Kunt u nog iets anders doen dan alleen maar luisteren? En met de mond vol praten gaat sowieso niet. Goed, met die oproep denk ik kunnen we een fraai moment markeren in de verdere planvorming rondom wat we met onze centrale stad kunnen aanvangen en willen aanvangen. De ambities daarvoor. En we weten met elkaar dat er nog een heel traject volgt. Daar is uitvoerig bij stilgestaan en dat onderwerp komt zeker nog en hopelijk ook op vrij rappe termijn bij u terug. Goed, dames en heren, daarmee zijn wij bij het laatste bespreekpunt op deze agenda gekomen.
het voorstel van het seniorenconvent in zaken de benoeming van een commissievoorzitter voor de algemene raadscommissie. Daarvan hebben we er maar één. Niemand let meer op. Iedereen is afgeleid. Mag ik dan vaststellen dat u met algemeen... Nee, er moet over... Het is als bespreekpunt opgenomen omdat het over een voorstel van een benoeming van een persoon gaat. In dit geval mevrouw Siebe. De gebruikelijke vraag in dit verband is, waar ik u allemaal aangenaam kauwen en instemmend knikken bij mijn suggestie dat u met algemene stemmen kunt instemmen met dit voorstel. Dan is mevrouw Siebe bij deze benoemd. Gefeliciteerd daarmee. Is daarmee ook de sluiting van deze vergadering aan de orde. Dank u wel voor uw bijdrage en wel thuis.